Welkom bij deze kennisclip over de juridische kaders voor de instrumenten van de gemeenteraad en het raadslid. De kern van het dualisme is dat de raad als geheel en elk raadslid als individu instrumenten heeft waarmee de raad inhoud kan geven aan de zelfstandige rol en positie van de raad ten opzichte van het college en de burgemeester. Dit komt met name tot uiting in de rol van de raad als controleur over het gevoerde bestuur en door het zelf op de agenda zetten van initiatieven en veranderingen. De instrumenten en bevoegdheden van de raad als geheel en het individuele raadslid verschillen. Het college en de burgemeester zijn verplicht om hun medewerking te verlenen als de raad of het raadslid gebruik maakt van hun gereedschapskist. Ik bespreek eerst een instrument voor de raad als geheel. Het meest ingrijpende controleinstrument is het raadsonderzoek. In de praktijk wordt dit ook de raadsenquête genoemd. Het is te vinden in artikel 155a van de gemeentewet. Van dit instrument wordt alleen gebruik gemaakt als er werkelijk iets aan de hand is dat diepgaand onderzoek vergt. Het vraagt veel tijd van allen die hierbij betrokken zijn. Kenmerk van een raadsonderzoek is dat voor een groot aantal huidige en voormalige bestuurders en ambtenaren een opkomst- en medewerkingsplicht geldt. Een door en uit de raad gevormde onderzoekscommissie speelt een centrale rol. Deze commissie wordt ambtelijk ondersteund en schakelt in de regel een extern onderzoeksbureau in. De commissie doet dossieronderzoek en houdt openbare verhoren. Dit alles mondt uit in een rapport waarin de commissie zijn bevindingen, conclusies en aanbevelingen neerlegt. Het houden van een raadsonderzoek moet worden voorafgegaan door het vaststellen van een algemene verordening op het raadsonderzoek dat de werkwijze rond deze onderzoeken voor deze specifieke gemeente vastlegt. Per onderzoek neemt de Raad een besluit waarmee een aantal zaken wordt geregeld: het vaststellen van een onderzoeksvraag, de instelling van een commissie en het beschikbaar stellen van budget. Het individuele raadslid heeft ook instrumenten. Voor het controleren van het college en de burgemeester heeft het raadslid de instrumenten vragen en interpellatie in artikel 155 van de gemeentewet opgenomen. En voor eigen inbreng in een raadsbesluit heeft het raadslid de instrumenten initiatiefvoorstel in artikel 147a van de gemeentewet en amendement in artikel 147b van de, gemeent van de gemeentewet. Het raadslid kan vragen stellen aan het college en de burgemeester. In het reglement van orde wordt vastgelegd binnen welke termijn en op welke wijze de beantwoording plaatsvindt. Als het raadslid niet tevreden is met de beantwoording, kan hij de raad om toestemming vragen voor het houden van een interpellatie. Na de verkregen toestemming ondervraagt hij tijdens een openbare raadsvergadering het betreffende collegelid. Bedenk hierbij dat de raad ook de gevraagde toestemming kan onthouden. Hiervoor is gewoon een meerderheidsbesluit van de raad nodig. Ten slotte kan het raadslid een motie inbrengen waar de raad een besluit overneemt. De gemeentewet kent dit instrument niet. Het heeft zijn basis in het ongeschreven recht en is om die reden niet te zien als een wettelijk en daarmee onvervreemdbaar recht. Daarom staat het de raad vrij beperkingen aan het gebruik van de motie te verbinden. De raad hoeft niet te wachten op een voorstel van het college om een besluit te nemen. Een raadslid kan ook zelf een voorstel uitwerken en daar een ontwerpbesluit aan koppelen. Hij maakt dan gebruik van het initiatiefrecht. Voorwaarde is wel dat het om een raadsbevoegdheid gaat. Voordat de raad erover besluit, moet het college de gelegenheid krijgen erop te reageren. Ten slotte kan een raadslid de raad voorstellen een wijziging aan te brengen in een ontwerpbesluit. Hij maakt dan gebruik van het amendementsrecht. Er zijn ook instrumenten voor raad en raadslid. Denkbaar is dat bij een raadslid of de gemeenteraad de benodigde expertise ontbreekt, voor bijvoorbeeld het opstellen van een amendement of een initiatiefvoorstel. Om hieraan tegemoet te komen is in artikel 33, lid 1 van de gemeentewet vastgelegd dat er een recht bestaat op ambtelijke bijstand. De raad moet bij verordening regelen op welke wijze dit kan worden ingezet. Voor het adequaat uitoefenen van de controlerende rol is het essentieel dat de raad over informatie beschikt. Hieraan kent de wetgever groot gewicht toe. Om die reden moeten het college, elk college-lid en de burgemeester de raad uit eigen beweging alle informatie geven die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Dat is de actieve informatieplicht die in artikel 169 lid 2 van de gemeentewet staat. Daarnaast moeten zij aan de raad de informatie over door hen gevoerd bestuur geven waarom een raadslid heeft gevraagd. Dat is de passieve informatieplicht artikel 169 lid 3 gemeentewet. Op dit laatste is er een beperking. De informatie wordt niet gegeven als dit in strijd is met het openbaar belang. Bedankt voor het kijken.